standbeeld van Mozart. Het opera gebouw in de verte. En dit is het oorlogsmonument. Dus ik zou zeggen, we lopen even door de 5 uur. Doe niks aan. We zijn in het Prater. En dit is het wereldberoemde reuzenrad. Ja. Oké, Tico. Hoi, hè. Het Prater is een enorme kermis geworden. Gelijk bij 29 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Kijk, nou zit het nou. Is er eentje die kan gehuurd worden voor speciale gelegenheden? Ja. Wat vals ligt in beeld vanwege de kermisattracties. Ja. Ja, we doen het leuk, maar dat is ook niet.
We zijn hier de binnenplaats van de Hofburg. We zijn hier in het oudste gedeelte van deze Hofburg. Interieur van de Augustinerkerk. Het is een nieuw gebouw volgens oude architectuurontwerpen gemaakt. Het is weer in de burg. Oorspronkelijk stond op deze plaats het theater van de Hofburg. Er is een brand geweest en toen is op deze plaats gekomen. U ziet hier de entree. Genoemd naar de kerk daar aan de overkant. De appartementen van Frans Jozef en Sissi, dan is dat dus. We hebben de Hofburg weer verlaten. Ornament, de buitenmuur van de Hofburg en de kerk die er tegenover staat. Ook met schitterende ornamenten. We zijn in de Sint-Michaelkerk. Dit is de pestcel van Wenen. In de verte de Stefansdom. Bezoek aan de Stefansdom. Of een classic, of een Honda Shadow, whatever.